Nee, maar... Ja? Moet ik even wachten? Oké. Zo, het is maandag en het is weer een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En hier hebben wij de Porsche 964 die we hebben ingeruild op de Porsche Turbo, de 997. Daar heb ik gezegd, die gaan we aan de handel verkopen. Alleen, dat liep anders. We hadden van de week de witte 812, hebben jullie als goed is volgens mij in beeld gezien vorige week. Ik weet niet zeker, maar in ieder geval daarvoor anders wel. En die meneer kwam zijn 812 ophalen en die zei, maar zo'n Porsche zoek ik ook nog. Dus je raadt het al, hij heeft hem gekocht. Dus vind ik persoonlijk leuker. Ja, we zijn hier niet in gespecialiseerd. Dus het is ook best wel uniek dat we zo'n auto hier hebben. Ik zou hem daarom ook naar een ander verkopen. Maar dan toch blijft hij in ons eigen klantenbestand. Dan wel eindgebruiker, particuliere bestand. En dat vind ik eigenlijk veel leuker. Dus ja, het was, dacht ik, toch wel een jongensdroom van de beste meneer. En we zijn nog even mooi aan het poetsen. Hij staat, als het goed is, al in de glascoating. Alleen het was even een kwestie van opfrissen. Eén laagje polijsten en hij is weer vlamnieuw. Dus dat gebeurt nu. En dan gaan we hem morgen of overmorgen, in ieder geval deze week, afleveren. En dan hebben we zeker weten weer een blije klant van Greep Automotive. Dan de A6, die gepoetst is, maar nog niet in de glascoating. In de tussentijd dat dat dus nog niet gedaan is, de glascoating, zijn wel de rode gordels gemonteerd. Nou, rondom nieuwe rode gordels was een wens van de klant. Nou, rode stiksels in het interieur, wat al standaard is, matcht nu ook mooi met de gordels. Dus dat is erg gaaf. De ramen zijn getint, donker en chameleon. De velgen zijn zwart hersteld. Gaan de navelkappen nog in. Nou, we hebben het druk gehad in ieder geval. Hoop werk aan de auto, maar hij is weer vlamnieuw. Hier de M5 hebben wij vorig jaar geleverd. Meneer gaat binnenkort op vakantie. Dus wij gaan kleine onderhoud aan de auto plegen. Daar vroeg hij om. Voorbanden nieuw, remblokken achternieuw en een algemene inspectie. De auto is net gewassen. Dus voor de azijnzeikers. Ja, de schijven zijn verroest. Maar ja, dat komt door het wassen. En nee, dat is niet erg. In ieder geval onderhoud, inspectie en op vakantie. Nou, Golf GT Club Sport. Ja, volgens mij uit 2021, maar 2020 zijn. Binnen. Doen we al de technische controle. Een soort 200 punten check. Zijn er dingen vervangen? Zit er schade aan? Is er schade aan geweest? Is er wat gespoten? Nou, doen we altijd eventjes met de lamp dubbel eromheen lopen. En zo nu dan kom je toch wat tegen waarvan je tevoren denkt van nou ja, als je toch even niet oplet, dan gaat zo'n ding in de garantie een keer kapot of problemen geven. Dus als je van tevoren een auto goed prepareert, ja, het is weer duurder. Ja, het zijn hoge reclamekosten. Maar nee, of in ieder geval ja, ja of nee. In ieder geval, zelden hebben wij last van garantiewerk. En als het zo is, dan is het incidenteel. En qua percentage, gelukkig, maar door de preparatie, heel laag. Eén puntje aan de auto gevonden, dus voor aandacht. Dat gaan we even bekijken en nog oplossen. En dan komt hij te koop. Lekker bezig. We'll be right back.
Hier hebben we de GLC 43 met 63 optiekpakket. Zojuist verkocht. Maandagochtend. Lekkere start van de week. Auto vraagt om een D7-beurt over 73 dagen. Dat is dus 2,5 maand. Dus die gaan we uiteraard onderhoudsbeurt geven. Technische inspectie uiteraard ook nog. Heel klein deukje in de motorkap, die wordt er zo uitgelepeld. En hij moet nog gepoetst worden. Dat gaan we doen. En dan, als het goed is, gaan we hem vlak voor Moederdag, de dag dat deze video uitkomt, afleveren. Banden gaan ook nog een keer nieuw, denk ik. Even kijken, even opmeten. Maar goed, verkocht, onderhoud doen en je rijden maar. We hebben hier de Mercedes AMG A45S uit 2022. De auto heeft gereden 1979 kilometer en uiteraard is die als nieuw. Helemaal zwart-zwart uitgevoerd, zwarte sierlijsten, zwart interieur, zwart, 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 alles is zwart. Nou, de een wil dat, de ander niet, maar in dit geval vind ik het een erg gave combinatie. Typerend van de AMG A45 is de panorama grill, dus de rechtopstaande grill. Ooit geïntroduceerd in de AMG GTR en die is daarna, eigenlijk in alle modellen daarna, in de AMG's in ieder geval, ook toegepast. Hier in het logo verwerkt de Distronic de adaptieve cruise control in het dichte logo. Nou ja, zie je dus eigenlijk vrijwel niks van ten opzichte van andere merken waar je vaak wel een radar ziet zitten. Dus dat vind ik van Mercedes mooi gedaan. Nou, verkeersbordherkenning, alles zit erop. Alles wat je kan verwachten van een volle, volle auto. 19 inch licht metaal, niet vergeten, met Centerlock kap. En uiteraard geventileerde remmen met rode remzadels. Naar binnen! Wat ik persoonlijk erg belangrijk vind aan een AMG zijn de performance seats, oftewel de racekuip, hoe ze dat ook wel in de volksmond noemen. Waarom? Het is één gaaf, twee je zit een stuk beter als je wat sportiever gaat rijden. En 3. Ik vind dat gewoon het compleet maken bij een AMG. Alcantara leer stuurwiel, uiteraard met AMG badge erin. De draaiknoppen aan het stuur, wat optioneel is en erg gewild. Om rijstanden, uitlaat open en dicht. Je kan alles instellen. Panoramadak, uiteraard het volledige digitale display. Elektrische bedienbare met memoryfunctie trouwens. Voorstoelen aan beide zijden. Met stoelverwarming. En wat nog meer? Alles wat je nodig hebt in de AMG. Dan de achterzijde, herkenbaar van een 45 AMG, zijn uiteraard weerszijde 2 uitlaatpijpen, dus totaal 4. En verder A45S badges, inkeping in de achterbumper, een lagere diffuser en optioneel, wat deze auto nu niet heeft, maar wat we wel kunnen monteren, aerodynamic pakket, dus dat is de grote vleugel. En dan hier een lijst erbij voor de diffuser, wat dan net meer een racy look geeft. Goed, al met al, wat kost deze auto? €104.950 is deze auto klaar voor jou om op de weg op te gaan. Vandaag kopen, even vandaag rijden, want hij staat er helemaal klaar voor. Hij is getankt, hij is gepoetst en er staat een kenteken. Dus nogmaals, vandaag kopen is vandaag rijden. Nou, we staan bij de RS-kracht. Uiteraard de zwarte Urban. De velgen zijn binnen, nou, dat hebben jullie al gezien. Banden inmiddels ook, 24 inch. Ja, die zijn eigenlijk enkel leverbaar in Vredestein. Dus dit is gekozen voor een Vredesteinband. En het zijn flinke jongens. Nou, dat is aan het gewicht wel te merken. Nu monteren met Etienne. Etienne die doet het zware werk. En dan denk ik dat het heel mooi gaat staan. Dus monteren en gas erop.